Goedemorgen zonder zorgen. Hallo. Wat gaat er volgende week gebeuren, lieverd? Alleen mijn ogen worden gelezen. En dat betekent? Dat ik 5 dagen lang met mijn ogen dicht op bed lig. Dan is het wel lekker als je vandaag een beetje verwend wordt. Als jij klaar bent, dan zie ik je beneden. Oké, dus. Nina, mijn vriendin, wordt binnenkort behandeld aan haar ogen. Dat betekent dat ze even vet lang op bed moet liggen en helemaal niks kan doen. Weer 5 dagen uit. Nou leek het mij leuk om, nu het nog kan, haar een verwenddag te geven. Dit doe ik niet alleen, maar in samenwerking met Snickers. Ik vertelde mijn vrienden van Snickers dit idee, waarop zij meteen zeiden... Ja, top. Laten we het dan samen regelen om het extra sick te maken. Je weet wel. Hummerlimo, bedmobiel voor jou, hele bioscoop, ijsjes erbij. Alles kan, joh. Waarop ik zei... Oké. Gruwelijk. Zelfs zo gruwelijk dat Nina dacht dat het een prank was. Kel, ik heb echt geen zin om geprankt te worden. Ik prank je niet. Nou, stap maar in, lieverd. Zo, je bent helemaal op je gemak, zie ik. Kel, ik heb echt geen zin om geprankt te worden. Ik prank je niet. Jawel. Prank je niet. Oké, dan niet. Ik stap straks in onze auto. Dan brengt Frans jou ergens naartoe. Jezus, nee toch. Relax, trust me. Als je nu tegen me liegt, heb je echt problemen. Ja, nee, ik lieg niet tegen je. What the fuck gaan we doen? Ik vind het ook zo ongemakkelijk. Dan zitten we in een best wel gewoon een hele leuke buurt. Ja, en dan staat er weer op zaterdagochtend een limo in de straat. Waar ik dan weer met camera's word ingezet. Ik vind dat gewoon best wel een beetje beschaam. Nee. Hallo? Nee, ja. Daar ben ik weer. Ik heb echt een soort van flashback naartoe en naar mijn bel gingen. Ik ben niet meer alleen. Jij wist het ook niet? Nee. Ik wist alleen maar dat ik hier moest zijn. Ik weet het echt niet. Dit is zo irritant. 5 minutes later. Nou, stap maar in, joh. Zo irritant met z'n allen. Helemaal. Ik dacht, nou, ik ga een keer gezellig alleen met Kel op pad. Dit is ook weer zo'n random plek. Ik denk de hele tijd, waar reden wij heen? Ja. Er is niks te doen. Nu gaan we iets langer rijden, dus chill hem gewoon eventjes. Nou, dag. Doei. Waar gaan we nou precies naartoe? Je hebt natuurlijk de titel van deze video gezien. Ik ben vandaag Nina, haar butler. Als je iets wil, ik regel het voor je. Terwijl zij geniet van een chill sessie. Volgens mij heeft zij wel zin om gewoon even een dag op de luie reet te zitten. Te chillen, kijken naar een filmpje. En dat alles wat je wil, dat het gewoon voor je geregeld wordt. Ik heb een privé bioscoop geregeld. Nina en haar vriendinnen komen straks hier. Dit is een restaurant. Dus zij denken waarschijnlijk, oh, we gaan lekker eten, bla bla bla. Nou, prima. Ik doe ze een blinddoekje op. Dan gaan ze naar binnen en dan nemen we ze mee naar hun eigen bioscoopzaal, waar ze de hele dag mogen chillen. Nou, stap uit, joh. Doe hem even op. Het is een klein stukje. Hou elkaar zijn handje vast. Ja. Oh. Hier ruikt het weer helemaal anders. Ja, hij mag rustig gaan zitten. Okay. Even rustig hier gaan zitten zo. Ik zou een ontspannen dag hebben. Okay. Jij gaat lekker hier zitten. Okay. Oh, dit zit wel lekker. Ik wil een stripper. Hoezo wil je een stripper? Ja, dat vind ik leuk. Hij past bij de limo. Ja, je wordt volgende week behandeld voor je ogen. Dan kun je even je ogen niet gebruiken. Dus dacht ik, laten we vandaag optimaal van jullie ogen gebruik maken. Dus een naakte man waar ik naar kan kijken. Nee. Oh. Doe je lekker je blinddoekje af. Ja, kan het? Een privé bioscoop. Oh. Wat is dit? Huh? Jullie mogen de hele dag hier gewoon chillen. Wat? Make yourself comfortable. Kies een filmpje. Wat? Chill. Oh, heerlijk. Mogen we het uitpakken? Jullie hebben natuurlijk mooie outfits aangedaan, maar het is niet echt een chill outfit. Oh, die pakken van hun en van haar zijn zo chill. Nina Waring. Dat regelt jouw mannetje gewoon. Oh. Oh. Oh, pak yes. Een ketjes. Doe een chill outfitje aan. Nou, ladies. Ik heb een leuke verrassing. Ik ben vandaag jullie butler. Ja, dat is wat erg. Alles wat je wil, regel ik. Jullie trouwens wat drinken, hè? Ik sta hier een beetje voor jou leuk. Jij maakt een cola en een bubbeltje. Ja, en een bubbeltje. Oké, tot straks. We kunnen ook onze jongens kijken in Miami. Die hebben nog nooit gekeken. Ja, ik hoop dat we die gewoon doen. Nou, het feest is begonnen, mensen. Ik heb hier wat lekkers. Oh, de cola komt ook zo. Zoek het maar uit. Later. We hebben een beetje trek. Pardon? Hallo, als je een butler bent, zeg je toch niet pardon? Oh ja, dat is zo. Ja, dat kan. Waar heb je zin in? Een carpaccio heb ik wel zin in. Een carpaccio? Ja. 3 carpaccio? Ja, graag. Ah, komt eraan, hé. Oké, ik heb mijn eerste opdracht gekregen. Ik moet eten fixen. Ik ga even vragen of ze dat hier kan. Hallo? Ik wil graag 3 carpaccio. Dat kan. Kan dat? Jazeker. Fucking chill. Mocht je afvragen waar zijn we? Nou, we zijn in The Anything. Dat is dus een plek waar je dus je eigen bioscoopzaal kan huren. Normaal gesproken zijn ze gesloten. Natuurlijk in verband met corona. Maar voor vandaag hebben ze even een uitzondering gemaakt. Speciaal voor ons. Nou, dat is toch aardig. Dank jullie wel. 3 carpaccio. Jongen, dat fixen we gewoon. Butler zijn is niet zo moeilijk.
Hey, ze hadden toevallig hier carpaccio, dus dat is wel chill. Oh. Heerlijk. Het loopt allemaal vlekkeloos. De vraag of ik ze nog ergens blij mee kan maken. Is alles naar wen? Ja, ik ben echt zo leuk. Ja, ik zo chill. Kan ik nog iets voor jullie betekenen? Alles kan. Echt alles? Ja, ik wil wel. Ik wil een club sandwich. Dat is moeilijk. Was in eigenlijk een goed Porsche oesters. Dat komt ook gewoon goed. Ik heb wel een beetje zin in sushi. Dat vind ik echt lekker. Dat is het? Ja, en ik wil graag een dip van vodka met citroen. Bij de oesters? Ja. Oké, nou, dan zal ik je niet langer storen. Ik fix het. Oké, ik heb weer een verzoekje. Ja? Hebben jullie een club sandwich? Ja. Oké, dan zou ik graag iedereen heeft daarvan hebben. Vergezocht, maar hebben jullie oesters? Nee, hebben wij niet. Dan ga ik op pad. Ik ga op avontuur. Ik mag beginnen. Ik ga niet op de fiets, kan ik je vertellen. Ik heb het geregeld. Kijk, ik mag er dan uitzien als een pinguïn, maar ik mag wel een beetje op een vet vervoersmiddel rijden, vind ik. Dus, ik heb wat gefixt. Het is fucking gruwelijk. Ik heb er nog nooit op gereden. Dit is mijn spider, people. Let's go. Oh. Tijd voor een paar oesters. Ik heb een vraag. Hebben jullie ook oesters? Nou, ik heb er nog 6. Dat is voldoende. Oké, de sushi tent is pas om 3 uur open en het is, ja, 2 uur is het. Misschien hebben ze hier wel iets wat lijkt op sushi. En dan sla ik dat met plakjes voor je. Dan heb je toch iets wat op sushi lijkt. Wat zit erin? Dit is samen met peper ook met krab. Welke wil je? Doe allebei heen. Ja. Dan moet ik nog een club sandwich, want die hebben ze daar. We zijn even aan het klaarmaken. Nou, heeft de butler de opdracht gekregen om een soort vodka dip bij de oesters te fixen. Dus ga ik even naar de slijterij en zeg ik gewoon tegen die gast wat ik moet hebben. En dan hoop ik dat hij mij weet te helpen. Ik ben daar. Hallo. Hi. Ik heb even een vraag. Ik heb de opdracht gekregen om bij de oesters een soort vodka saus of dip of zo. Ja. Vodka emulsie. Ik moet het allemaal halen, joh. Limoen, gember. Limoen, pepertje. We hebben allemaal onzin voor die fucking vodka-emulsie. Dan moet ik weer naar de vishandel om die vis op te halen. Dan moet ik het toch ook nog in elkaar zetten. Het wordt voor de eerste al een uitdaging. Hey, succes, hè? Ja, werk ze. Yo, hoi. Hoi. Alle sushi-zaken zijn nog dicht, dus het is al bijzonder dat ik dit voor elkaar heb gegeven. Oké, de club sandwich is al klaar, maar het is nu de kunst voor de butler om te doen alsof alles onder controle is. Gewoon prima, het duurt gewoon eventjes wat langer. Maar dat maakt niet uit. De vis is ook onderweg. Ik geef jullie ook nog een drink. Het gaat allemaal vanzelf. Even rust, jongens. Ik heb wel ook respect voor alle butlers. Wie had dat gedacht? Oesters regelen is niet zo moeilijk, maar het fucking sausie heeft me gewoon een half uur gekost. En ik moet het nog in elkaar zetten. En dan hoop ik maar dat ze het lekker vinden. Zij gaan natuurlijk helemaal niet doorhebben dat ik dit allemaal zelf in elkaar heb gevlamd. Een beetje gember raspen. Nou, mijn sausie is klaar. Het heeft weer een kwartier geduurd, maar ze hebben wat ze willen. Wodka saus. Hier, die sushi ziet er toch ook top uit, hé. Loop even tegen de lamp. Iemand had er oesters besteld. Als het op is, komt daarna meteen de sushi, dus maak je geen zorgen. Met daarbij een zelfgemaakte wodka-emulsie, zoals er verzocht werd. Wow, ja. Yeah. Nice. Dankjewel. heel lekker. Is goed, hè, met wodka. Ik heb hier sushi. Lekker. Hierbij ga ik toch even vermelden dat in dit hele fucking dorp geen één sushizaak open is. En Kelvin Boerma heeft alsnog gewoon sushi geregeld. En hoe heb je dit geregeld dan? Ja. Dat is een beroepsgeheim. Eet smakelijk. Dankjewel. Kan ik een massage krijgen? Wilt u een massage? Ja. 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 Wordt geregeld. Komt voor de bakker. Oh, heerlijk. Die zonijn is lekker. Oké, de dames willen dus een massage. Calvin kan dat natuurlijk gewoon fixen. Dat gaan we even doen. Ik heb een website gevonden. Goedemiddag, met Robert van Wijk van de Zee, meneer. Hallo Robert, je spreekt met Kelvin. Ik wil eigenlijk graag zo snel mogelijk een massage regelen. En waar moet dat plaatsvinden? Wijk bij Duurstede. Dat zou over een minuut of 20 kunnen zijn. Nou,
Dat is perfect. Tot straks. Tot zo. We fixen het. Massages in overvloed. Oké, de masseur komt over 20 minuten en ik heb een idee. Wat als ik deze dames naast de massage ook gewoon even een soort van gezichtsbehandelingetje, gewoon een skincare dingetje. Dus ik ga even wat dingetjes halen bij wat winkels. Ik heb nog 20 minuten. Ik kan ook wel 20 minuten gaan wachten, maar dat heeft geen zin toch? Onze masseer meneer is gearriveerd, Robert. Hi, wat fantastisch dat je er bent, jongen. Ja, leuk. Jij gaat de dames één voor één masseren. Tegelijkertijd heb ik in de tussentijd dit even gefixt. Dit zijn allemaal een soort van skincare. Dus gaan ze even maskertje, even dat je denkt, hoi joh. We gaan niet alleen maar film kijken. We krijgen hier ook gewoon hele treatment. Zowel ons gezicht als ons lichaam. Nou, dan is hij de hele dag toch compleet. Een betere dag kan je volgens mij niet hebben. Kijk. En? Hallo. Ik zie dat jullie ontspannen zijn. Goedemiddag. Ik kom jullie een stoelmassage geven. Heerlijk. Dus even lekker een kwartiertje genieten. Ik heb hier ook wat gezichtsmaskertjes en zo. Oh, lekker. Wat nou als jullie één voor één worden jullie gemasseerd? De andere twee kunnen dan even zo gezichtje schoonmaken, maskertje. En wat als ik nu even in de komende kwartier ervoor zorg dat er straks iemand is die jullie dan weer even helemaal mooi opmaken. Oh my god. Wat leuk. Ik ben echt een koude goede butler, man. Ik doe maar alsof ik er niet ben hoor. Nee. Dames, Celine is in de house. Hallo. Je wordt gemasseerd en hebben jullie je gezicht lekker gereinigd? Ja, zeker. Maskertje opgehaald. Dan is Celine hier om jullie weer tot leven te wekken. Nou, we zijn aardig op weg. Mijn rol als butler bestaat natuurlijk voornamelijk uit het vragen of mijn cliënten nog wensen hebben. Kan ik nog wat voor jullie betekenen? Toetje! Ja. Dames, als jullie graag een versnapering willen in de vorm van een dessert, dan valt dat natuurlijk te regelen. Nou, die meiden hebben dus zin in wat lekkers. Dat kan ik voor ze fixen. Ik ben nu bij de Albert Heijn. Je hebt het misschien al gezien, maar deze video is een samenwerking met Snickers, Mars en M&M's. En die hebben wat lekkers liggen, joh. Dat is niet normaal. Ik ga het pakken. Top, hè? Ik heb drie smaken. Ik heb Mars ice cream, M&M's ice cream en ik heb Snickers ice cream. We zijn onder andere verkrijgbaar bij de Albert Heijn XL. De meiden gaan ervan genieten, jongen. Ik weet het al. Ik voel het. Ze gaan smullen. Lekker, joh. I got you something. Hier is het smaakje waarvan je denkt, nou, die zie ik wel zitten. Snickers. Geniet ervan. Oh, dear. What damn. Geniet ervan. Hoe ziet die van jou eruit? What damn. Als er nog wat is, ik hoor het wel. Je hoeft alleen maar mijn naam te roepen. Butler Calvin, ik ben er voor jullie. Oh, echt lekker. Wajo, had je dit net ook? Mhm. Bas chocola. Dit is gewoon letterlijk een snicker. Dit is gewoon echt een snicker. Mhm. Nou, die meiden zijn helemaal in de glam gehezen, allemaal make-up, nog meer nieuwe kleding gekregen, wat wil je nog meer? Nou, nog iets, want de dag wordt perfect afgesloten door middel van een fotoshoot. Butler Calvin regelt het gewoon. Tot slot gaan ze eten, en dat heb ik natuurlijk ook gefixt, hier gewoon in het restaurant. De vrouwen zijn alleen maar aan het vreten hier de hele dag. Godsamme. Eet smakelijk. Ik heb ook honger. Dames, kan ik nog iets voor jullie betekenen? Kusje. Dat kan natuurlijk, kan geregeld worden. Dat is ook meteen de afsluiting van deze video. Ik wil zo'n hartje om ons heen als het dit doet. Komt, ja? Eeuw. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.